Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F122 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Anschaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 47 hier in Mexico City. Nog 3 rondes te gaan en dan zit dit kampioenschap erop volgens mij. Dus het gaat al aardig hard. Maar heb je die vorige video in de Verenigde Staten gemist, zal ik die eerst even terugkijken. Voordat je deze dus gaat zien, dat kan recht over het i'tje. Klik erop en zij die video beschijnen. We kwamen uitstekend terug in de wedstrijd. Haalden daar een 6e plek. Dus dat hebben we goed gedaan. Zo'n grote vuurbal, jongen! Bam! En ja, hebben dus veel geld. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneren vooral voor meer wekelijkse F122 My Team Career content. We gaan lekker met de aantal abonnees. Dankjewel daarvoor. Dus laten we pushen naar die 165 abonnees. Dus nog niet geabonneerd, gewoon even doen. Abonneren, reageren. En ja, er komen niet zoveel updates aan. Waarom? We moeten dingen gaan beveiligen vanwege de regulatieverandering. Dus geen nieuwe updates meegenomen. Is het op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 47. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 hier in Mexico City. Leuk feitje. Deze grote prijs heet nu de grote prijs van Mexico Stad. De naam is dus veranderd, want voorheen heette het de grote prijs van Mexico. Goed verhaal. Maar goed, kijken of wij door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Op de zachte band, DRS geopend en we tikken de 342 aan. 342 km per uur. Eerste twee bochten nemen wij niet zo mooi. Helaas daar veel te vroeg ingestuurd. En het is gewoon een waarschuwing vanwege de bochtafsnijding. En het is een tweede plek op 2/10 van Lando Norris. Dus we staan erbij. Ja, geweldig! Dit is geweldig! Inmiddels een derde plek omdat Sainz harder is gegaan. En wij gaan er gewoon een ronde erachteraan plakken. Is inmiddels een 4e tijd geworden. Helaas laten we het daar liggen. En geen tijdsverbetering. Zijn we inmiddels doorwezen naar een 10e plek met nog ongeveer 2 minuten in Q1. En dit is gewoon om ervoor te zorgen dat wij zo ver mogelijk naar voren staan. Omdat iedereen nu naar buiten duikt. Voor een tijdsverbetering. Dat hadden jullie echt niet verwacht. Aanremmen eerste bocht lukt goed. Zhou rijdt daar wel een klein beetje in de weg. Heel erg in de weg. Zit hem wel in het groen. Daar hebben wij Richard Verschoor. En hier laten wij tijd liggen. Opkomen rechtstuk weer in het rood bij sector 3. Dus dan wordt dit dan onze echte laatste kans om er nog iets aan te doen. De 8e tijd voorlopig. De school op P10 is ook door naar het tweede kwalificatiedeel voorlopig. En daar halen wij Verschoor gewoon in. En hier verpest ik dan helaas de ronde. En ik denk dat we het hierbij helaas moeten laten. Te ver doorgeschoten, weer tijd verloren. En ja, dat dus. Maar goed, we zijn door naar Q2. Nog ongeveer 2 minuten op de klok. Ik ga het heel rustig aan doen omdat mensen nu de pitlane uitkomen. Dan zien jullie links onderin in beeld. En dan gaan wij ervoor zorgen, hopen dat wij door kunnen komen naar het derde kwalificatiedeel. Met nog ongeveer 1 minuut en 50 seconden op de klok. DRS dus geopend. Niemand voor ons, niemand achter ons. Dus dat is altijd fijn om te horen.
Aanremmen eerste bocht verloopt niet zo netjes, niet zo soepel. En daar gewoon de bocht afsnijden. Ik dacht, ja, ik red die bocht toch niet meer. Dus ja, dan snij ik hem maar af. En dat doen we. En daardoor wel de eerste tijd genoteerd. Met een 1.15.6. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij Q3. En misschien kunnen wij wel naar de pole position. Maar je weet maar nooit wat de concurrentie doet. Hebben zij een snellere motor? Hebben zij een andere setting gepakt dan ons? Dus allemaal even kijken wat wij gaan doen, wat de rest gaat doen. We hebben in ieder geval geen last van verkeer, dus wij rijden mooi vrij op het circuit rond. En dan laten wij een 1.15.8 noteren. Op 15e van Charles Leclerc. 15e van Leclerc, dat is heel veel. En met nog ongeveer 20 seconden op de klok komt er ook een eind aan het late kwalificatiedeel. We komen aan bij het einde van mijn run. Gaan ons verbeteren en pakken de tweede tijd weer terug. De eerste startrij dus voor ons. Goed gedaan, Leclerc op pole position. Dat gat is ruim 3/10. Verstappen op P3, Perez 4 en Leclerc dus op pole position. Wij dus naar de tweede plek. Goed gedaan is het op naar de race voor aflevering nummer 47 van F1 22. My Team Career Mode, daar gaan we dan. It's time then for the Mexico City Grand Prix, a race which gave Honda their first ever victory in 1965. American Richard Ginter winning from third on the grid, and what of the Honda-powered cars this year? Red Bull have been strong here in recent seasons. Can they keep that record going today? At 2,285 meters above sea level, the thin air of the Autódromo Hermanos Rodriguez poses a unique challenge, not just to a driver's skill, but to the efficiency of their engines as well. 17 corners then make a lap of this 2.6 mile circuit. Expect incredible speeds in excess of 220 miles per hour and overtaking into the braking zones of turns 1 and turn 4. It's time to take a look at our starting grid for today's race. The Professor lines up on pole position and Max Verstappen lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Perez, Hamilton, Nicholas Latifi and Russell, Fernando Alonso, Leclerc, they'll be starting further back after an earlier grid penalty, Ocon and Mick Schumacher, Richard Vasseur, Norris, they've taken a grid penalty, Lance Stroll and Sainz, Tictum, Schwartzman, Kevin Magnussen, they'll be starting further back after an earlier grid penalty, and Yuki Tsunoda, Joe, Albon, Gasly and Teo Pourchaire. Which of these talented drivers will come out on top today? It's race day yet again, and joining me for a chat, Anthony Davidson. Ant, our racers are certainly in for a rough day today. What will you be watching for as they go down into turn one? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start, and this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space, and finding your braking point into turn one as well. It's a testament to the driver's skill that there aren't more incidents. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid voor de grote prijs van Mexico. Charles Leclerc heeft een penalty gepakt. Daardoor staan wij op pole position voor de grote prijs. Maar weet wel, deze race duurt heel erg lang. 36 rondes en we zijn niet goed op dat rechte stuk. Dus de kans dat ze hem gaan winnen moet klein zijn of er moet een mirakel gaan gebeuren. En ja, meer is het niet. Starten op de mediumband en gaan door naar de harde band. Een eenstopper, neem maar gewoon extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. Hopelijk geen regen verwacht. Dus dat is alleen maar goed. Gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde voor de grote prijs van Mexico Stad. Voor aflevering nummer 47. Each one when you can. We're going to need some work on the brakes. The
Nou, heel veel informatie van de engineer wat we eigenlijk al lang weten. De banden zijn hier gewoon cruciaal. En daarmee bedoel ik de levensduur van de banden. Kunnen wij langer door dan de rest of moeten wij eerder naar binnen? Maar eerst de vraag, hoe goed komen wij weg? Komen wij slecht weg? Komen wij goed weg? Wat kan Verstappen, wat kan Perez op die softband? Dat is op dit moment het grootste gevaar. Perez op die softband vanaf de derde plek kan een prima slipstream pakken en de leiding misschien veroveren. En dan komen we aan bij de grid. Staan er goed in en nu is het heel lang wachten totdat de lampen uitgaan voor de grootprijs van Mexico. Volg aflevering nummer 47. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 47 van F1 22. My Team Career Mode starten op pole position. De lampen gaan aan voor de grote prijs. En ze zijn uit en we zijn onderweg en komen matig weg. Verstappen al beter weg zit aan de binnenkant te kijken. We gooien de overtakeloop aan, maar Verstappen heeft de leiding veroverd. Wij proberen terug te komen in de slipstream. Perez zit aan de buitenkant van ons. En vallen Max daar terug aan. Jazeker, aan de binnenkant gaan daar wel wat wijd. En hebben Verstappen tot nu toe twee keer geraakt in de eerste bocht. Maar het is geen probleem. Max kan wel terugkomen. En dat doet hij zeker. Verstappen aan de buitenkant. Is er nog niet voorbij. We remmen gewoon wat later dan de landgenoot. En de leiding mooi behouden in de eerste ronde. Perez gewoon niet geprofiteerd van die zachte band van de slipstream. Rijdt op de derde plek. Hamilton 4, Latifi heel goed op P5. En nu komt zometeen het stadiongedeelte, maar eerst de S-secties. En Verstappen zit er dicht op. Verstappen zit er heel dicht op. Kijkt aan de buitenkant. Dat lukt net niet. Verstappen moet even geduldig zijn. Ronde nummer 6 en wij gaan al wat slingeren op het rechte stuk. Verstappen zit eraan te komen aan de buitenkant. Probeert te kijken, maar kan niet echt een aanval doen op ons. Perez nog steeds op P3 en die houdt Lewis Hamilton op. Het gat naar Lewis is 1,8. Perez zijn zachte banden gaan eraan en dat is een touché. Verstappen heeft ons geraakt. En de safety car op de baan. Max Verstappen rijdt gewoon tegen onze auto aan. Bizar incident aan boord bij Max. Ja, ik rem ook wel heel erg vroeg. Dat moet ik ook eerlijk toegeven. Dus Verstappen kan hier eigenlijk niks aan doen. Het was eigenlijk ook niet mijn bedoeling om naar mijn lijn terug te gaan. Maar goed, toch deed ik het. Wat is er gebeurd met Lewis Hamilton? Hamilton die is geghost. En Latifi haalt in. Mensen, het is gewoon Hamilton nu. Omdat Latifi en Hamilton nu gewoon, die zaten in elkaar. Heel gek wat er is gebeurd. De safety car is naar binnen gedoken. Latifi op P2 heeft Hamilton ingehaald onder de safety car. Maar de vraag is, mag dat? Nee, want Latifi wordt gelijk hard bestraft. Een 5 seconden tijdstraf voor de Canadees. Vanwege het inhalen van Hamilton onder geel. En wij zijn weer onderweg met koude bandjes, koude remmen. En Latifi gaat al gelijk zoeken naar de slipstream. Wij proberen die toe te breken. Lukt niet. Latifi, hier een prima uitgangspositie voor de leiding. Kijk naar de buitenkant. We schieten wat door. Maar alles verloopt gelukkig clean. Geen ergere fouten zijn gemaakt dan die crash met Max. Ronde nummer 10 is het. En daar zit Latifi aan de binnenkant te kijken. Hebben ook nauwelijks ERS meer over. Latifi pakt de leiding niet. Die pakt de leiding niet. Laat het liggen, maar wij laten het sowieso liggen. Want kijk eens aan. Raken daar net niet Latifi. Omdat wij de exit gewoon helemaal verpesten. En nog 26 rondes te gaan. Latifi kan hier helemaal niks. Hamilton nog steeds op
P3 nu naar P4 omdat Alonso hem heeft gepasseerd. Gooi de overtakeknop aan, hebben niet zoveel ERS meer om mee te spelen. Latifi zit eraan te komen, aan de binnenkant is er voorbij. En weer vergooit hij daar gewoon zijn exit op de eerste bocht, waardoor wij weer terug kunnen komen. Nicolas moet daar echt even aan werken, heeft daar wel DRS, wij gaan verdedigen. Lukt niet en kijkt naar de buitenkant, wielen haken een klein beetje in elkaar, proberen laat te remmen, dat lukt. En dat is nog steeds P1. Verstappen en Perez zijn inmiddels bezig aan een inhaaltocht en hebben heel veel mensen al dus ingehaald, maar rijden nog niet in de punten. Ronde nummer 14, als we naar een flink moment hebben op de curbstone. En we gaan een ronde langer door dan gepland. Ik wou eigenlijk deze ronde onder binnen duiken, maar dat doen we dus niet. Gaan gewoon de toe proberen te breken. Lukt niet. Latifi kan hier niks. En daar zit ook Alonso, misschien te kijken. Alonso niet. Latifi ook niet. Nog steeds die 5 seconden straf. Dus die gaat hem pijn doen tijdens de safety car. Het gat is in een seconde. Ik wou eigenlijk zeggen 1.1. We zitten in ronde nummer 17 van de race. Als we nu naar binnen duiken voor onze laatste pitstop van de dag. En Hamilton gaat met ons mee. Alonso gaat met ons mee. Latifi gaat door. Russell rijdt een ronde langer door. Ocon ook hetzelfde. We scoren dus naar binnen. En hoe goed wordt deze pitstop? 2,4. De versnelling bleef wat haken. Hebben daar wat tijd verloren. En Verstappen en Perez terug in de punten en rijden voor ons. We zitten op de helft van de grote prijs, nog 18 rondes te gaan. Hamilton kan hier even niks. En wij merken gelijk dat de banden koud zijn, want insturen lukt niet al te best. We zitten in ronde nummer 19 als Latifi naar binnen is gedoken. Ocon naar binnen is gedoken. Daar hebben we George Russell. En Hamilton pakt daar gewoon even 2 posities. Wat doet Lewis Hamilton daar? Fenomenaal. Maar wij proberen terug te remmen. Lukt ook. Volgens mij hebben die beide Mercedes'en elkaar geraakt. Dus dat vindt Toto niet fijn. Maar goed, wij zijn geen Toto Wolff. We stappen op P2. Dat gat is 11 seconden. Ik moest even goed kijken. Er staat 11 seconden. En rijdt op de harde band. Dus hij zou eigenlijk niet meer naar binnen hoeven. Kan de race gewoon uitrijden op deze band. Hetzelfde geldt voor Perez. Tenminste, als hij ook op die harde band rijdt. Merken nog steeds flink wat downforce verschil. Gele vlag. Gele vlag in sector 2. Er staat iemand stil. Dat is volgens mij Esteban Ocon. Die gaat uitvallen. Nee, Alonso. Fernando Alonso uitgevallen. Oké. Ik dacht dat dat Ocon was. Jammer, van de tweevoudig wereldkampioen staat daar stil. Ingaan, stadiongedeelte. We zitten in ronde nummer 20. Nog 16 rondes te gaan. En Verstappen rijdt gewoon lekker door op die harde band. Op P2. Perez moet volgens mij gewoon nog een keer naar binnen. Daar komt Lewis Hamilton met een rotvaart aanrijden. Wij proberen laat te remmen. Lukt niet. Dan terugkruisen. Nee, lukt ook niet. Want we hebben daar plek gevonden. Via de buitenkant. Toch nog die positie weten vast te houden. De vierde plek dus van ons. Alonso dus uitgevallen. Hier is het dan gedaan bij de S-secties. De Alpine laat hem in de steek. 0 punten voor de tweevoudig wereldkampioen. Pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk. We zitten in ronde nummer 26. Nog 10 rondes te gaan als we naar P2 zijn gegaan. Omdat Perez naar binnen is gedoken. Daar zit Russell te kijken naar de buitenkant. Raakt ons. Maar wij hebben geen schade aan de sidepods. Het gat naar Verstappen is 14,3 seconden. Dat gat wordt alleen maar groter en groter. En met nog 10 rondes te gaan denk ik dat Max hem in de tang heeft. Verstappen gaat hier de wedstrijd gewoon winnen in Mexico. Van P2 te zijn betrokken aan de leiding. Doe dat maar eens na. Dus dat heeft hij uitstekend gedaan.
Wij gaan daar een klein beetje wijd, maar het is geen probleem, hier kan niet worden ingehaald. Dus dat is alleen maar gunstig voor ons. En dan hier de S-secties, waar wij gewoon weg kunnen rijden van de rest. Maar dan volgt zometeen dat lange rechte stuk, waar wij gewoon de pijnpunten van kennen. Gooit er daar een klein beetje door, maar dat is geen probleem. En Lance Stroll uitgevallen. Lance Stroll uitgevallen in ronde nummer 26. Kan dit een safety car opbrengen? Ik denk van niet. Ik denk het niet. Volgens mij op precies hetzelfde punt waar Fernando Alonso zijn auto stil moest staan, is het dit keer Lance Stroll. De Red Bull kopie laat het erbij. Die vindt het gewoon niet meer fijn om een Red Bull te zijn. Humor. Leuk. En ja, ook 0 punten voor de Canadees. Volgens mij reed hij al niet in de punten. Maar dit maakt het extra pijnlijk. In ronde nummer 30 zitten wij. Het gat naar Verstappen is groter geworden. 20 seconden. Nog 6 rondes te gaan. Daar zit Leclerc te kijken. Voor een aanval wordt daar flink geblokkeerd door ons. Kan er nu ook niet voorbij. Raakt ons. Leclerc heeft ons geraakt. Wat? Ik zie geen voorvleugelschade. En de safety car. De safety car op de baan geroepen. En dit is pijnlijk voor Verstappen. Die hier gewoon de wedstrijd leek te gaan winnen. Maar een safety car gooit roet in het eten. We zitten in ronde nummer 33. Nog 3 rondes te gaan. En we zijn bij Verstappen toegereden. Dat is ook logisch, want de pace wordt verlaagd. Wat kunnen wij? Ik ben nog 3 rondes te gaan. Zometeen ronde nummer 34. Dan gaan we weer los. Dan nog 2 rondes te gaan. Dit is Abu Dhabi 2021 all over again. Nu is het Max die de race leidt. En misschien wel de overwinning uit handen moet gaan geven aan ons. Zitten gewoon met Verstappen een beetje te klooien over de snelheid. En hier gaat Verstappen op het gas. We zijn wakker. We zijn flink wakker. Maar dan wordt hier dat rechte stuk. En die Honda motor en Verstappen zijn sneller. Rijden al. Proberen naar Verstappen toe te rijden. Lukt niet. Daar zit George Russell. Misschien voor een tweede plek. En wij vallen daar Max aan de binnenkant. Gebruiken hem gewoon als remblok. En het is P1. Russell aan de binnenkant. Lukt niet. Verstappen verliest meer terrein aan onder andere Hamilton. Hamilton op P4. Verstappen op P3. Maar wij gaan hier de wedstrijd winnen in Mexico. Pakken onze tweede overwinning van het seizoen. Onze tweede overwinning uit onze carrière. Goed gedaan. Uitstekend. En dus op naar de volgende wedstrijd. Great drive. We did it. Good job. We did it. It's a performance to be proud of from our Mexico City Grand Prix winners today. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. Faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. Miracles do happen. Jazeker. Toch nog uitgekomen. Wat ik aan het begin van de aflevering zei. We hebben een mirakel nodig. Die kwam er dankzij de safety car. Waardoor wij de leiding van Verstappen afgenomen hebben. Wij winnen dus de grote prijs van Mexico. Russell naar P2. Verstappen naar P3. En Ferrari is constructeurskampioen geworden.
De strijd tussen de coureurs is nog tussen Sainz, Verstappen en Leclerc. Wij zijn naar P7 en P5 in het constructeurskampioenschap. Maar ja, als wij die safety car niet hadden, dan had Verstappen gewoon de wedstrijd gewonnen. Dus ja, maar goed, je moet er zijn op dat soort momenten. En ja, de safety car was er op dat moment. Een rivaliteit breakdown. Plus 5 voor mij, plus 2 voor Lewis. We staan gelijk. Met nog 2 rondes te gaan in het kampioenschap. Team acclaim is gewoon goed. Level 14 voor Verschoor, level 23 het team en level 17 mijzelf. Dus ja, zijn lekker bezig. Van alle 3 de sponsoren het geld binnengepakt. 1,09 miljoen erbij en 100.000 erbij, omdat Verschoor en mezelf geen schade hebben gereden. In totaal op de bank $12,55 miljoen. Kunnen we gaan spenderen aan het contract van Verschoor of misschien een nieuwe rijder en de faciliteiten. Nog even de kalender opvullen en dan is het op naar ja, de volgende. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan en vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn game kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F122 My Team creëren met content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mist. We gaan lekker met de abonnees. Laten we pushen naar die 170 abonnees. Dus nog 10 abonnees erbij. Dus doe me een groot plezier. En abonneer gewoon even, ja. Gewoon abonneren. En volg me even op de sociale media. @GiannanSchade op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Giannan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. We gaan verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende. Do you honestly think you're fucking funny?